Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, worden de sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Ik word bijgestaan door mijn goede vriend Rishi Panchasra. En we zitten live in de pomp in Hoven. Ja. Dank u wel, Hoven. De titel die we kregen van ons publiek, van het sprookje dat we moeten verzinnen, is: er was eens een dikke panda die geen bamboe lustte. Dus daar ga je het over gaan, Richie. Is dat er klaar voor? Yes. All right. Hier gaan we dan. Er was eens een dikke panda die geen bamboe lustte. Hij woonde diep in het oerwoud langs de Yangtze-kiang. Dat is een gele rivier in China. En hij reisde daar... Yangtze-kiang, hè? Ja. Hij reisde daar... Heen en weer, op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes. Maar hij bleef altijd alleen. Want Billy de Panda was helemaal alleen. Hij had geen vriendjes om zich heen. Hey, dat ruimt. En op zoek naar vriendjes begon hij ook honger te krijgen. Want panda's zijn bekend om heel graag en heel veel te eten. Alleen Billy de Panda was een beetje een ander soort panda. Hij lustte namelijk geen bamboe. En door het feit dat hij geen bamboe wilde eten, of eigenlijk ook nooit geproefd had, want hij vond het sowieso raar uitzien, bekeken de andere kleine pandatjes hem als zijnde een vreemde eend in de bijt. Want wat hij wel lustte, was namelijk andere kleine pandakjes. Vandaar dat hij ook weinig vriendjes had. Want elke keer er een kleine, lieve panda in de buurt kwam en vriendje wou worden... kon Billy zich niet houden en van de honger at hij die andere panda op. En door het feit dat die kleine babypandatjes zo vol vet zaten, weinig spieren en toch iets of wat meer kraakbeen, werd Billy telkens maar dikker en dikker en dikker. Zo dik dat hij zelfs niet meer op jacht kon gaan naar babypanda's. Nee, hij moest babypanda's lokken. Nu, daar had Billy een heel leuke manier voor gevonden. Hij had op een gegeven moment toch eens geprobeerd van een bamboestokje te eten, maar hij lustte het niet. En hij beet met zijn rechterhoektand beet hij een gaatje in die bamboestok. En plots, op het moment dat hij zei van dat smaakt naar niks, maakte die bamboe een fluitgeluid. Daar kwamen de kleine pandatjes uiteraard meteen op aflopen. Ze zeiden: maar muzikale bamboe, dit moet fantastisch smaken. Van waar komt het? Van waar komt het? Hier, zei Billy. Hier, uit mijn fluitje. De panda's kwamen dichterbij en in één hap at Billy ze op. Tot op een dag er een babypandatje kwam die er ook een beetje anders uitzag. Hij was niet zwart-wit, maar meer wit-zwart. Hij had twee mooie zwarte vlekken rond zijn ogen en een heel schattig stemmetje. En hij bleef net genoeg uit de buurt van Billy... zodanig dat Billy er niet aan kon. En hij zei: amai, Billy, wat een mooi muziekje. Ja, zei Billy, kom maar dichterbij, dan hoor je het beter. Nee, het is oké, zei de babypanda. Want telkens als ik dichterbij kom, dan zeggen de mensen dat ik nogal negatief ben. Hoe bedoel je? Zei Billy. De andere panda's zijn zwart en wit. Ik ben wit en zwart. En de meeste panda's kunnen dat niet aan. Ah, zei Billy. Nu snap ik het. Maar als je dichterbij komt, zal ik je helpen. Het babypandatje kwam dichterbij. Je gaat me toch niets doen, hè? Nee, zei Billy. Oké, ik kom langzaam dichterbij. En de babypanda kwam langzaam dichterbij. En net op het moment dat Billy wilde bijten... klopte de kleine babypanda die fluit tot achter in zijn keel. Billy schrok. Hij zei... oh, dit had ik niet verwacht. Waarom doe je dit? Ja, dat was niet de bedoeling. Maar plots
kreeg ik angst. Je ging me bijten. Nee, dat is waar. Ik wilde je gewoon leren kennen. Daar had de babypanda niks van verstaan. Wacht, ik trek het fluitje even uit je keel, want ik versta je niet. Ik wilde je gewoon beter leren kennen, zei Billy. Nee, zei de babypanda. Jouw verhalen, alles wat ze vertellen over jou, is zo negatief. Ik weet dat jij babypandatjes opeet. Maar je moet weten, wij zijn aan het uitsterven omdat jij veel te veel babypandatjes opeet. Er zijn al overal programma's bezig om panda's te kweken, omdat jij maar geen bamboe wilt eten. Dus zolang dat jij geen bamboe eet, zitten wij dik in de problemen, zei de baby. Billy zag plots het licht. Babypanda, door het feit dat jij nu die fluit in mijn keel hebt geduwd, heel diep, moet ik zeggen dat die bamboe toch best wel lekker smaakte. Ik had nog nooit de bamboe met de achterkant van mijn keel geproefd. Dus misschien moet ik inderdaad bamboe beginnen eten en kunnen we zo de populatie van de panda's terug op normaal niveau krijgen. En zo gebeurde het ook. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als een vrouw iets niet lust, je de fluit soms iets dieper moet steken en ze dan wel leert te slikken. Slaap lekker. Rishi Panchasaram.